Het bestuur van de Stichting ter Bevordering van Borstvoeding in Suriname, STIBOSU, heeft vanmorgen samen met het ministerie van Volksgezondheid, de PAHO en de UNICEF de Wereld Borstvoedingsweek ingeluid. Het thema is Samen sterk voor borstvoeding. Volgens de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, wordt al wel goed werk verricht, maar de bewustwording werkt nog te langzaam door naar de samenleving. Pengel is wel optimistisch dat het beter zal gaan en daarom staat het ministerie achter deze week. Het ministerie van Volksgezondheid is de trekker van het ECD-beleid, Early Childhood Development, waaronder alle kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 9 jaar vallen. Borstvoeding is een prioriteit van ons beleid en borstvoeding is essentieel voor elke pasgeborene om deze de beste start te geven. Daarom stimuleert het ministerie het geven van borstvoeding zowel thuis als aan het werk. In dit kader is een van de voornaamste ECD-doelen het verhogen van het percentage van borstgevoede kinderen, dit zowel op beleidsniveau als uitvoeringsniveau. Onder het uitvoeringsniveau vallen alle kraamafdelingen, instellingen waar consultatiebureauzorg en prenatale zorg verleend worden, maar ook NGO's zoals STIBOSU, georganiseerde buurtorganisaties en iedereen die betrokken is bij de zorg voor moeder en kind. Na de speech van de minister werd de banner Baby Friendly Hospital ondertekend. Volgens de voorzitter van STIBOSU, Joshetina Elliott, werkt de stichting al geruime tijd aan de bewustwording van borstvoeding in Suriname. De stichting organiseert al 4 jaren de Borstvoedingsweek, zegt Elliott. Dit jaar heeft de stichting besloten de week een beetje sober te vieren. Met medewerking van onze partners, met name het ministerie van Volksgezondheid, BOG, de PAHO, de UNICEF, is deze tot stand gekomen sinds de toezegging gedaan is door de directeur van het ministerie in 2013. Wij van de stichting bedanken de bovengenoemde organisaties, de instellingen, maar bovenal de samenleving voor het vertrouwen in ons gesteld. Laten wij met z'n allen, zoals het thema van dit jaar het aangeeft, en met de ondertekening van de pledge banner, de belofte dus, en de protocollen, ons sterk maken voor borstvoeding. Suriname en de totale gezondheidszorg, gefeliciteerd. Dat was Joshetina Elliott, voorzitter van STIBOSU. Ze sprak vanmorgen tijdens de opening van de Borstvoedingsweek.